Hallo en welkom bij, bij Planet Zoo. We zijn weer terug bij het spelletje. Vorige keer waren we gestopt met waar we nu ongeveer hier zijn. In onze zwanenplekje en onze schildpadjes, de Galapagos schildpadden. Nu leek het mij, dus heb ik ook in de vorige aflevering gezegd, om één sector van Afrika te maken. Eén sector met een beetje de tropische dieren en een sector voor bepaalde soorten van bepaalde plekken. En nu wou ik vandaag beginnen met. Ik heb even gekeken naar exhibits. Dat zijn dus helemaal kastjes. Met slangen erin, kikkers of whatever. Dat zijn dus exhibits. En nu leek het me leuk om hier zo'n groot overdekt pad te maken. Of hier zo. Ja, dat is een beetje iets meer tropische richting. Een overdekt pad te maken. En daar zijn we al die dingetjes op een rij zetten. En dan slangen naast elkaar en de kikkers naast elkaar. Dus dat gaan we nu even doen. Ik zet deze op play, want ik wil wel dat het even dag wordt. En we krijgen er wel, zeg maar, we zitten ongeveer stabiel in de centjes. Het komt er af en toe bij, ja, dat blijft op 1100 zitten. Ik wil nu gewoon vooral dat het dag wordt. Dat komt allemaal zo meteen. We gaan gewoon niet lekker spelen. I don't care, dat wordt maar super donker. Dus, habitats. En dat soort stuff. Ik weet niet of het hier tussen zit. Nee. Ja, hier, small animal exhibits. Hier, dit bedoel ik. Medium, een kleine. Animal exhibits. Wat is dit? Large. Medium. Small. Ja, dit lijkt me niet zo handig. Ik denk dat ik het eerder dit kan doen dan kan omringen met iets leuks. Want dit, zeg maar, dit is alsof het buiten moet staan. Niet in een overdekt plattegrondje. Dus ik ga deze. Ga ik. Weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst het pad maken. Dat lijkt me wel zo handig. Dan kan ik het daar tegenaan plaatsen. Doen we zo. In plaats van leuke bosjes eromheen maken we een soort van pad op deze manier. Kijk, nu hebben we al een leuk, ja, een soort van pad. En nu gaan we die exhibits. Is dat handig of gaan we eerst eventjes de omheen dat overdekkingje maken? Asphalt roof, 1 meter corner. Ja, ik wil eigenlijk een heel groot iets hebben. Is dit iets wat we kunnen gebruiken? Hier zo. Curved. Wall 2 meter. Oh, dat is wat laag. Laat ik deze dan doen. Zo, zo. 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 Oh, dat loopt net niet in elkaar over. Dat vind ik jammer. Laat ik dat gewoon maar van. Dit maken dan. Kan ik nu wel, zeg maar, wel op die manier een exhibit plaatsen? Het zou moeten kunnen aan die kant, maar hier plaats ik er dan nog eentje. En dan daar nog één. Maak die iets breder. We gaan even kijken hoe we dit het beste kunnen doen. Ik hoorde hier wat dingen vallen. Oh, dang. Oh shit, mijn verhaal. Het is gewoon ingestort. Ik kan het niet aantikken. Ik ben nog steeds aan het bouwen. Ja, oké. Oeh, oké, kan ken ik. 100%. Dit is een spoedgeval. Hup, opschieten, waar ben jij? Locate. Oké, je bent al bezig. Gelukkig. Ik hoorde allemaal dingen geslopen worden, joh. Poeh. Kijk, gaat al wat omhoog. Helemaal goed. Oh, ik ga ook even om een andere bezig letten. Ik zie allemaal dit. Many guests think the text is overpriced of underpriced. Ik kan dat niet lezen. Underpriced. Helemaal goed. Dan ga ik de prijs omhoog krikken. Omhoog met 1 euro. Zo. Hoe gaat het met mijn schildpadden? Mechanic research is complete. Check the. Wat heb ik gekregen? Nine. En nieuwe staal facilities. Oké. Repair. Oké. Kan mechanic. Being requested. Oké, ik heb. Zal ik nog wel naar mechanic bijvragen dan? Want ik heb er maar eentje en die is nu bezig met het hek. Ja, dat gaan we doen. Dan plaats ik daarbij en dan kan ik meteen daarmee aan de slag. Kijken. Aan je caretaker, want die kan dan. Nou, ik heb nog niet zo'n hele grote zoo. Ja, ik plaats er nog wel eentje bij. Zo. Hoe gaat het met mijn schildpadjes? Dan gaan we zo verder met dat hekkie. Waar zijn mijn schildpadden heen? Oh, daar ben je.
Enrichments. Oké, toy enrich. Food enrichment. Dan gaan we een food enrichment plaatsen. Enrichment items. Food enrichments. Bal. Laat ik jou daar. Frozen fruits vind ik ook wel leuk. Enrichment is oké. Toy enrichment. Herb scented marker. Heb ik die al? Ja, die heb ik al. Sprinkler. Pas dit bij deze? Nee. Deze past er wel bij. Sprinkler doe ik een beetje hier zo. Hoe gaat het met mijn... ik zeg elke keer bisons, maar het zijn gewoon fucking waterbuffels. Interspecies bonus, 20%. Oké. We gaan vandaag denk ik ook even kijken naar... wat ik kan doen met meer beesten in dit habitat. Want het is een beetje... Wat is dit? Oh, een kindje. Oh, wat schattig. Vorige aflevering heeft dus zo'n koe. Heeft dus een kleintje gekregen. Oh, wat schattig. Maar ik ga wat dichtbij bekijken. Oh, wat leuk. Ben jij blij? Nutrition. Last meal quality. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik hier goede food quality krijg? Zat hier. Coverage 16%. Oh, kijk. Create 2. Oké, nu zouden zij weer blij moeten zijn. Ja, die moet ook omhoog. Dus dat komt helemaal goed. Dan ga ik hier even mee verder. Ik heb een... Oh, jij krijgt een babytje. Wat is leuk. Oh, kijk dan. Daar ben jij... Een nieuwe? Nee, deze is al eventjes hier. Oké, dan krijg ik nog mijn zebra's. Hoe gaat het dan met het... De social van die beesten? Berry status, oké. Goed. Dan ga ik hier weer even mee verder. Oké, dat is het, ons habitat groetje. Ik heb toch bedacht om het zo te doen. Waar is mijn muurtjes? Gewoon zo. Oh. Zo. Jij move. Ja, loeit lekker op los. Oké, dan gaan we dat even leuk aankleden. Dan ga ik naar de facilities. Daar stond ze in. Ja. Nee. Kan ik gewoon in deze hoek plaatsen zo? Ja. Yeah. Pads. Ja, even weghalen. Dus, kijk hoor. Kan ik jou gewoon hiermee verbinden of is dat gewoon heel moeilijk voor je? Oh. Nee, dat... Nou ja, dit heeft wel wat. Ik plaats hier gewoon boompjes tussen hier zo. We hadden de regen ook. Paraplu's verkopen. Meteen doen. Nee, dat is een drinkshop. Facilities. Guest facilities, oké. Information center. Looney Bloons. Drinkshop, foodshop, infoshop. Merchandise. Of zijn er nog meer dingen? Bij de ingang lijkt me wel heel slim. Zo. Oké, ik heb nu twee exhibits hier zo. Oh, dan gaat hier iemand heen. Dan gaan we even kijken naar exhibit trading. Oh cool, fucking is een duizendpoot. Boa constrictors. Er wel een meer appeal in. Oké, laten we aan het einde slangen doen dan. Want ik heb nu aan het einde heb ik slangen. Oh, er zijn wel niet twee mannetjes, toch? Oh, dit waren vroeger een van mijn favoriete diepe slangen. Nog steeds eigenlijk. Deze nog even. Ik vind deze wel leuk hoor. Wat hebben jullie hier nodig? Nou, gewoon een exhibit. Deze is nog maar heel even beschikbaar. Deze heeft een hogere rating. En met geld. Longevity, ja. Yeah. Ik koop ze gewoon even zoeken later uit hoe wat. Zentuzu. Prima. Exhibit. Temperature. Oh ja, oké. Dan moet ik even kijken. Kan ik dit aanpassen zo? Scenery rating. Layout. Climate.
No power. Oh, bagger. Ik plaats het daar. Daar komen ze net niet bij volgens mij. Oh, kijk. Mijn gasten gaan er ook nu heen. Humidity, temperature. Oh, dat is allemaal perfect. Perfect. Helemaal goed. Underpriced. Dat hoor ik me al te graag. Oh, dat kan ik heel goed passen. Doen we toch. Kan ik dat ook gewoon. Hier, laten we er 6 van maken. Dit is waarschijnlijk iets te veel, dus ik doe deze eventjes op 10. Oh, dat is gratis. Dat heb ik geen zin in. Zo. Conservation rating, guest education, marketing. Cashflow. Yearly profit. Oké. Ik heb in ieder geval één exhibitje. Laat ik het eventjes leuk gaan aankleden met wat. Nature. Oké, nee, dit is zeg maar iets. Dit is een soort van Australische slang, dus die heeft wat meer warm iets nodig. En dan ga ik hier ook zo'n slang doen. Dan maak ik hier een beetje gewoon wat boompjes neerzetten. Gewoon zo. Wat een leuk aankleden. Daar ga ik gewoon. Dat is groot. Dat hoef ik niet. Deze ga ik hier plaatsen, zodat mensen hem zeg maar zo kunnen zien. Kijk, ja, kijk, die cactus die wil ik dus hier zo een beetje hebben. Burgess fern. Inquire Zuid-Amerika pack. Die zag ik inderdaad staan op Steam. Ik weet niet of dat wat leuks is. Ik heb er wel zomaar meningen daarover gehoord dat er te weinig beesten in zitten. Maar 4 dieren blijkbaar. Maar als je er zin in hebt, laat het gerust even weten. Als je wat meer dieren hier wil zien. Kan ik ook gewoon. Cactus, ja, dat zoek ik. Iets die kant op. Dan heb ik die. Ga ik ook eventjes advance moven. Ja. Ja, leuk. Dit vind ik leuk. En dan moet ik eigenlijk hier wat meer steun onder hebben. Prima. En dan ga ik daar weer kaktusjes onder plaatsen. Oké. Als mijn zand area is gedaan, ga ik nog een extra slang zoeken daarvoor. Want ik heb weer wat centjes. Exhibit trading. Zoek power source inaccessible. Oh ja, natuurlijk moet ik een pad naartoe maken. Zo ja. Kijk eens aan. Daar hebben we een power source. Onzichtbaar. En nu kan ik hier kijken volgens mij of het niet negative impact had. Ja. Nou, perfect. Zien we het net niet. Wout zou sowieso niet moeten zien door de muur die tussenin zit, maar hey. Juist. Helemaal goed. Ja, ik heb wel zoveel cactus. I don't care. Het is goed zo. Yellow anaconda. Ja, dat is weer een tropisch beest. Western diamondback rattlesnake. Kijk, een radelslang. Daar heb ik wel wat aan. Want die. Waarom zijn het allemaal vrouwtjes? Puff adder. Mexican red knee tarantula. Kijk, ja, dit is dus ook zeg maar wat ik dit gebied kan, dit tarantula, maar ik wil hem niet hier hebben. Dan plaats ik hier zo nog eentje en dan doe ik hem daarin. Of ik doe hem hier zo eentje. Ja, dat ga ik doen. Want hier wil ik die slang in hebben. Of zal ik de slang hierin doen? Ik denk, want de spin is nu wat meer accessible voor mij. Dus ik denk dat die spin wat slimmer is om te pakken. Het zijn vrouwtje en een mannetje. Dan haak ik naar deze. Select. Al. Send to zoo. Plaats ik jullie daar. Want dit valt nog misschien net op de grens, zeg maar, van die twee. Een beetje. Dus dat is nog oké. Okay. Ik hoor die generator wel heel erg, though. Dus daar wordt later wat aan gedaan. Ik ga hier ook even wat donatieboxes neerflikkeren. Facilities, is dat dit? In het midden. Ja, zoals dit. Keeper Hut Large. Oh, die is mooi. Zal ik die achterin plaatsen voor de. Want daar is de Keeper Hut dichtbij. En dit is wel mooi. Die wil ik dan een beetje. Wordt dit, zeg maar, qua stalfaciliteit, wordt dat dan minder aan range of zo? Of is dat. Moet ik natuurlijk wel wat opzetten. Mexican Red Knee. Die. Eastern Brown Snake. Ja, kijk, daar is hij hoor. Oh, je kan er ook onder. Er zit ook eentje daar.
Dat is cool. Die op de brown snake en deze op deze zetten. Staff. Wat is dit? High workload keeper. Train staff. Ik ga de staff trainen. Dan wordt hij perform better. Dus dan wordt hij dus waarschijnlijk iets sneller. Mechanics. Deze heeft ook heel druk. Dan ga ik deze trainen en die trainen. Oh wow, vendors zijn ook gewoon heel erg druk. Ik ga nog een vendor inschakelen. Want ik heb nu 3 hutjes en 3 vendors. Eigenlijk moet ik er dan nog één hebben. Die zijn we dan wisselt met alle anderen. Maar gewoon een groot pad van onder is een beetje scheikbaar. Oké, het hoofdpad. En een ander pad. Hier ga ik dus nog een extra huidat neergooien. Alleen ik weet niet wat voor dieren erin. Want dit wordt nu niet echt. Dit wordt een klein beetje benut. En dan gaan we later wel even kijken. De centjes gaan wel omhoog. Hoe gaat het met schildpadjes? Nutrition, last meal quality. Ik weet nog dat dit hier zo was. Environment, animals, last meal quality. Grade 3. Ik ga eerst even naar grade 2 toe. Dat is wat goedkoper. Disease risk. Dan ga ik een call keeper. Hoe doe je dat? Cleanliness. Barrier status. Okay, de welfare is wel laag. Feeders. Wat is een... Ik heb hier feeders. Last barrel feeder. Is een feeder, toch? Op ben ik helemaal gek. Mijn habitat. Hard shelter. Nog steeds niet genoeg hard shelter. Dude, hoeveel hard shelter moet je zo'n zebra hebben? Oké. Helemaal goed. Ik ga een kijken naar een nieuwe animal trading ga doen. Aardvark. Hoeveel van die dingen heb ik? Ik heb er best wel veel. Een aardvark is weer een beetje tropisch. Maar eigenlijk ben ik ook wel een beetje voor de savanne. Een bison is echt gewoon Amerikaans. Kamelen zijn voor de wat zandrugge kant. Tapir is weer de tropische kant. Oh, maakje. Oh, ik vind maakjes leuk. Wij gaan maakjes doen. We kunnen deze met tweeën leveren, deze twee. Per mates. Oh. Interspecies. Zullen we hebben. Oké. Okay. Red stuff lemur. Oké, okay, dus kunnen we wel bij elkaar. Dat is mooi. Oké, okay, de ringstaart maken is er niet meer. Maar de rode whatever maken is nog wel. Dus wat ik ga doen is ik ga een... wat voor hek hebben jullie nodig? Oké, okay, 210 vierkante meter en 20 kilometer... 20 kilometer. Aha. 20 meter vierkante meter klimgebied. Geen water. Grade 1 climb proof. Is dan het enige wat ik zeg maar een beetje kan doen aan deze is die 2. Not climbable. Watertight, not the watertight, waterdicht, waterdicht. Gas gates. Is dat leuk om te doen? Wat is dit? Corrugated. Dat is zo'n iets van. Ik zie ook gewoon geen moer meer, hè? Zal ik het bij Afrika doen? Want het is Madagaskar beest en het zit een beetje bij elkaar. Ja, ik wil hier wel wat meer beestjes hebben. Dus ik ga het hier doen. Deze zou ik doen. Ik ga hier gewoon glas plaatsen, dan kunnen ze te kijken. Een beetje een rond gebied. Ik weet niet of dat volgens mij niet zo heel veel nodig aan area. Oké, nu zit die product er binnenin, dat wil ik ook niet. Ja, dat ook. Oké. Eerst eventjes wat climbing area. Zat het hier in? Nee. Barriers. Ook niet. Nature. Misschien wat steentjes erin. Habitat. Oh, climbable.
Wauw. Climbable platform. Dan die van climbable log plaatsen. Oké, okay, daar zo. En hier nog wat. Is er ook touw of zo? Platform. Ik wil touwtjes eigenlijk liever. Aan die kant. Nou, kunnen ze daar oplopen. Waarom kan ik niet die draaien? Goed zo, prima. Platform, die climbable. This is animal, vet called. Oké. Okay. Oh, ik dacht even op mijn kuiken. Het is geen kuiken, het is een fucking koe of zo. Of zo, ja, zo'n. Het is een zoogdier. Maar zijn er geen touwtjes? Laat ik ze alles eerst maar eventjes hierin plaatsen. Oh, wauw, heel veel disease animals. Vet gehad, hoeveel vets heb ik? Ik ga extra twee vets inschakelen en een. Ja, mogen. Nee, niet vendors. Veterinarian. Daar. Daar. Drie vets. Gewoon, want het moet. En wat trade zit. Waar haal ik de quarantaine vandaan? Oeh, wat waar. Daar vind ik het goed zo. Ik vind het jammer dat ik het niet van deze manier heb. Keeper het, ja. Waar brengen ze dan heen? Gaan ze naar de vet surgery of zo? Vet. Hier, ja, surgery. Die moet ik dus daar ook hebben. Oké, okay, staff pads plaatsen. Of aanleggen. Zo. Dat zou prima moeten zijn. This animal discovered. Maar waar gaan ze nu allemaal heen? Quarantaine. No animals. Waar zijn ze eigenlijk allemaal dan? Zijn ze al wel terug? Zijn ze weer allemaal beter of zo? Of ben ik nou helemaal gewoon geld aan het verspillen? Nou ja, ik heb een emergency geplaatst. Dan plaats ik er daar nog eentje binnenkort ergens. Weet je, ik laat het wel gewoon zo. Security crime, education. Oké, okay, ik ga hier dus wat meer education plaatsen bij de. Ik heb nog lemurs in mijn. Animal trading. Helemaal vergeten. Sorry jongens en meisje. Sentuzu. Invalid destination. Excuse me. Zijn jullie niet blij met jullie habitatje hier? Oh, ik begrijp het al. Want. Edit barrier. Dit moet allemaal gewoon. Dit worden. Dit mag lekker glas worden. En dan ben ik gewoon vergeten. Om een habitat gate erin te stoppen. Heel slim was dat. Zo, nu is het wel een habitat. En nu mogen ze er wel in. Kijk, helemaal goed. Jullie gaan daarheen. Gezellig. Alert. Can't find an accessible staff room. Oké, dan ga ik er waarschijnlijk hier nog eentje plaatsen. En dan verbind ik die daar ook mee. Facilities. En dan doe ik gewoon nog een normale staff. Keep, nee, dan een keeper hit. Quarantaine. Research center staff room. Zo. Prima, weet je. Het zit zo, het zei zo. Mechanic research. Helemaal goed. Waar zou ik juist opzetten?
Classic theme, shelters and climbing. Ik zet jou daarop. Dan, wat is dit? Zonnepanelen. Oh, is dat efficiënter? Oké, is dat ook geregeld? Zijn mijn aapjes er al? Hallo. Habitat. Terrain. Terrain setup. Plants. Oké, ik ga zo weer planten voor jullie maken. Hard shelter. Terrain. Oké, grass. Short is te weinig. Grass long is te veel. Terrain. Even kijken. Grass short is nu te veel. Oké, wat meer soil moet ik hebben. Oké. Water hoeft niet. Hard shelter. Komt goed. Plants coverage. Jou vind ik wel leuk daar. Bananenboom. Waar zijn mijn lemurs? Daar zien jullie allebei. Welfare. Hard shelter. Dat komt goed, jongens. Species food enrichment. Even de queue voor workshop. Nou, dan zet ik nog een workshop neer, toch? Zo. Nieuwe workshop. Wat willen jullie? Cleanliness is disease risk. Call keeper dan. Waarom ga je dan jezelf heen? Oké, mijn bruine slang is ook weer onderzocht. Even kijken naar een nieuwe ringset maken hoor, anders gooi ik die er meteen bij. Nog een lemur. Met hoeveel mensen? Met hoeveel kunnen jullie op één plek? 30. Oké, ik heb één male, dan moet ik gewoon meer females hebben. Een vrouwtje. Adopteer. Dan heb ik er nog eentje bij. Mijn animal trading. Jij, Sentuzu. Daar mag jij heen. Dan heb ik nog eventjes een shelter nodig. Dat is eigenlijk een grote shelter. Ergens achteraan. In een steen. Helemaal goed. Wat dit erbij. Oep. Deze. Twee soorten. Helemaal goed. Hoe gaat het met de lemurs nu? Daar is er eentje. Hard shelter, prima. Alles is prima. Helemaal goed. We hebben weer een nieuw beest erbij. En daarom sluit de aflevering af. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ja, nou, houdoe.